Hallo mensen, ik ben Puk. Ik ben Luca. En welkom bij de Bean Boozled Challenge. Jullie zien het vast al gewoon. Ik heb hier Bean Boozled en ik zei het net ook al. Iedereen weet waarschijnlijk wel wat het inhoudt, want ja, het wordt best vaak gezien op YouTube. Maar voor als je het niet weet, dan gaat Luca het even uitleggen. Waarom moet ik? Oké. De Bean Boozled Challenge is een challenge met elkaar waarbij twee beans. Jellybeans, ja, ook wel. Ja, eentje is lekker en eentje is hartstikke vies. Ze staan niet op. Ik weet niet of je ze kan zien. Ja, ja hier. Dat zijn ze. En de ene is vies, de andere is hartstikke lekker. Tot nu toe heb ik met mijn challenge op mijn kanaal, ik weet niet of je online staat, dat zullen we wel zien. Heb ik het tot nu toe alleen maar vieze gehad. Dus dat was niet zo fijn. En ja, laten we gewoon gaan beginnen. Oké, pak gewoon maar blind pakken. Gewoon blind pakken. Twee. Oh nee. De zwarte. Oké, de eerste die we gaan doen is dus skunk spray. Dat is dus de zwarte. De zwarte is skunk spray of litterize. Ik weet niet wat. Drop. Oh, litterize? Ja, oh, litterize. Ik hou van drop. En skunk spray is stinkdier spray. Ja. Oh nee, nee. Zullen we gewoon gaan? Ja. 3, 2, 1. Oh, dit stinkt hier dus voorheen. Deze ook volgens mij, hoor. Dit is geen drop, dat weet ik wel. Snel, water. Dit is geen drop. Zie, we worden genept met dit spel. Wat? Er zitten gewoon twee vieze in. Maar ik heb dit al eerder gedaan. Daar zat ook, was ook twee vieze, volgens mij. Of één vieze. Ik heb geen idee, maar... Niemand heeft nog een punt. Oh, dat was misschien nog de minst vieze die ik tot nu toe heb gehad. Ja. Oké, let's go naar de volgende kleur. Nou, daar gaan we. Als het weer drop is, doen we trouwens wel een andere. En het wordt... Oh, dat is dat kaas. Dat is dat is schimmelde kaas of iets karamel. Ja, maar ik hou niet van geschimmelde kaas. Deze is denk ik echt een beschimmelde kaas. Dit is trouwens degene die ik nog niet heb gedaan. Dit is geschimmelde kaas of karamel. Er zitten echt van die puntjes al op. Ja, kijk maar. Ik weet of je het kan zien. Ja, dat zie je wel. Dit is echt een hele vieze. Zullen we dat maar doen? Oké, 3, 2, 1. Oh yeah. Kijk, karamel. Nee, ziek. Oh, deze is echt vies. 1-0 voor mij. Oh, ik geniet hiervan, jongen. Oh, deze is niet lekker. Waarom, jongen? Ik heb nog geen één goede gehad in dit hele kutspel. 1-0 voor mij. Ik ga even schudden. Het gaat echt fout. Ik heb wel zin in die tandpasta of zoiets. We hebben van twee soorten groen hebben we nog maar eentje. Ja, we hebben van twee soorten hebben we nog maar eentje. Dit is snot of peer. En dit is gemaaid gras of... Lime. Ja, dus dit is limoen. Dit is iets anders, maar ja. Snot of peer. Ik ga even als we allebei de goede hebben of allebei de slechte. Ik doe in één hand, ik doe schudden en in één hand doe ik de een en in de andere hand doe ik de andere. Ja, moet kiezen welke hand, ja? Oh nee. Yes, gemaaid gras lijkt me echt niet zo erg. Oh, iemand ook last zei ook dat gemaaid gras best wel lekker was. Maar oké, dus gemaaid ik heb lijkt snot. Niet zo erg. Of peer. Ja, was gras gegeten? Ja. Ja, ook. Ja, dat vind je heel erg. Oké. Okay. Geen smaak. 3, 2, 1. Dit is gras. Maar ik vind het niet zo erg. Maar ik heb geen punt. Nee, dit ben ik kotsen. Snel water. Gemaaid gras. Maar ik vind het niet eens zo ik erg. Ik heb snot. Maar ik heb nu tot nu toe... Weet je, ik geef jou wel... Nou, ik geef jou geen punt. Het is nu nog steeds 1-0 voor jou. Nou, na een tijdje wordt het echt wel goor. Dit was niet lekker. Ik krijg tranen in mijn ogen. Ik moet bijna spugen. Oké. Pak gewoon maar die debiele doekjes eruit. Oké, de volgende die we gaan doen is... Witte. Nog een witte. Hier voor jou eentje. Dit is kokosnoot. Of baby billendoekjes. Oké, denk aan bounties. Bounties vind ik ook niet lekker. Ik vind bounties wel lekker. Maar beter dan baby billendoekjes. Ja, inderdaad. 3, 2, 1. Baby billendoekjes. Ah! Dit zijn baby billendoekjes. Goddamme. Dit smaakt echt naar baby billendoekjes. Maar gewoon precies naar baby billendoekjes. Ja, godverdamme. Het smaakt nog steeds in mijn mond. Ja, die smaak, deze smaak blijft echt hangen. Oh, dit is echt niet lekker. Nee, dit voelt echt iets van chemisch of zo. Oh,
Oh nee, nee. Oh. Ik moet bijna kotsen, gek. Oké, de volgende. Luca die is eventjes, omdat hij het bijna niet meer kan. Luca die begeeft het bijna, dus gaan we eigenlijk gewoon verder. Ja, ik ga alvast eventjes eentje uitkiezen. De volgende die we gaan doen is stinkende sokken of tutti frutti moet dit zijn. Dit kan heel lekker worden of je krijgt gewoon stinkende sokken op je mel. Ik heb nu echt een tutti frutti nodig. Oké, volgende. Luca die weet het al. Tutti frutti of stinkende sok. Daar gaan we. 3. Nee, wacht even. Ik moet nog even bijkomen van die vorige. Wacht, ja, water is op. Je water is op. Oh shit. Keukenrol. Keukenrol. Oké, tutti frutti of stinkende sokken. 3, 2, 1. 2-0. Had je weer tutti frutti? Fuck deze game, man. Ik stop ermee. Jezus. Fuck. Nog eentje. Fuck deze game echt, man. Dit is echt de laatste keer dat ik deze game speel. Barkels of persik? Nee, dat was karamel. Oké. Nee, deze kan ik echt niet doen, vriend. Deze heb ik al een keer gedaan, iets van 2 keer al, maar het was echt verschrikkelijk. Ik weet echt zeker dat dit kots is. Ik moet het doen, hè, voor de punten. Shit. Ik denk echt dat dat een persik is. Daar zitten mensen met puntjes op. Oké, weet je wat? Ik ga het gewoon doen. 3, 2, 1, go. Nee, ik doe het niet. Die is vies, hè? Nu moet ik het ook doen eigenlijk, hè? Verdomme! Ik ga natuurlijk niet ruiken, ik wil niet. Die van jou heeft minder puntjes, jij hebt echt... Ik ga ook het doen, ik doe het gewoon. Oké, 3, 2, en... Yes, eindelijk! Nee. Persik, wow, fuck yeah! Bam! Yes! Oké, het staat dus 2-1. We gaan nog even kijken. Heb je er nog zin in? Nee. Zullen we anders voor die laatste gewoon even rotte eieren of boter of popcorn? Ik heb zin in popcorn. De gele, ik heb zin in popcorn. Ik heb zin in popcorn, gozer. Ik heb popcorn. Ik denk dat deze is. Of ik heb nog steeds een kotsmaak in mijn mond. Gaan we dit doen? 3. Even de dingen achter. 2. 1. Nee, ik doe het er niet. Dit is echt erg. Is het voor jou goed of slecht? Weet ik niet. Volgens mij heb ik een slechte. Maar ja. Ik moet... Oh, godverdamme. Ik moet het nu doen om het gelijk te kunnen maken. Goor. Ik moet het nu doen om te kijken of ik het gelijk kan maken. Oké, dit ziet er echt goed uit. Ah, niet laten zien. Kleur het. Als ik deze dus nu goed is, staat het gelijk en dan zijn we klaar. Dit als is deze fout is, dan heb ik en een vieze rotte ijsmaak in mijn mond. En dan heb je Puk heeft gewonnen. Doe het gewoon. Get low when the whistle go. Oh. Ik nam ze een hap uit en het ging gewoon zo mijn mond in. Ik dacht, nee, dit is vies. Ik wist het eerst niet, dus ik bleef doorkouwen. Ah. Fuck. Deze is... Oh, jezus. Oké, ik heb dus gewonnen. Ik heb nog steeds rotte eieren smaak in mijn mond. Ik vond deze challenge heel leuk. Ook al heb ik nog steeds rotte eieren en babybillendoekjes door elkaar heen in mijn mond geperst. Vonden jullie deze video leuk om naar te kijken? Laat dan even een like achter. Abonneer op Lucas' kanaal. Abonneer op mijn kanaal. En dan zien we jullie weer de volgende keer. En ik zeg ciao. Nee, ga op die andere. Ga op die andere gozer. Oké, nice. Holy shit. Ja. Staat er gewoon een gozer stil? Of heeft... Blijf verdomme een keer stilstaan. Ik hitte jou, maat. Ja. Eigen zin. Lekker leuk.
Tering. Oké. Geef maar even je bakje. Ik eet echt nooit meer eieren.